soms denkt. Dat wij gewoon levend zijn. Dan moet je nu wat zeggen. Nou, ik speel Alice in het stuk Alice in Wonderland. En Alice is een meisje wat eigenlijk terechtkomt in een hele rare wereld. Waar alles vreemd is en waar ze ook allemaal rare dingen meemaakt. En het overkomt er eigenlijk allemaal. Dus er komt dadelijk van alles op me af. En ik weet eigenlijk niet wat er gebeurt. Dus we gaan samen met de kinderen ga ik allemaal dingen ontdekken. Het is gewoon heel leuk om ook een beetje contact te kunnen maken met het publiek. En om... Het is een hele leuke tekst die ik heb. En ik kan ook heel erg mijn andere rolspelers helpen in mijn positie. Dus ja, ik vind het erg leuk om te doen. En ik mag ook een beetje zingen en daar ben ik ook heel erg blij mee. Ik ben Marcel. Ik ben de regisseur van Alice in Wonderland van toneelvereniging Internos. En eigenlijk is Alice in Wonderland ontstaan toen Internos 90 jaar bestond. Dat is nu in 2018. En na de voorstelling Hippie Pura hebben ze besloten om in oktober 2 voorstellingen te doen. Els in Wonderland de kindervoorstelling en Brabants Bond de comedy in de Rode Zaal. Onjaardagen! En dat zijn we dus bezig om te vieren! Ik denk dat deze Alice vooral anders is omdat vorm heel belangrijk is. Ik ben vanuit huis een theatervormgever, dus ik ontwerp decors en kostuums. En dat heeft wel echt de overhand gehad in deze voorstelling. Dus ik denk dat vooral voor de mooie plaatjes mensen naar theater moeten komen. Wat deze versie al nog anders maakt is eigenlijk heel erg veel. Sowieso is het heel tof dat we deze keer liedjes hebben. We hebben een componist die liedjes heeft gemaakt voor onze versie van Alice. Dus wat ik denk is eigenlijk voor het eerst dat we echt in een kinderstuk dat we lekker muziekjes hebben, speciaal gemaakt ervoor. En ja, de regisseur heeft gewoon een hele eigen draai gegeven aan de personages. Dus qua kostuums en qua bewegingen en wat ze doen. Dus hij heeft er echt een beetje een eigen smaakje aan gegeven. Die denk ik voor zowel kinderen als volwassenen heel leuk en verrassend is. Mensen kunnen heel veel verwachten. Heel veel fysiek spel, dus heel veel beweging. Maar ook heel leuke liedjes geschreven door Lynn Schalke. Die heeft speciaal voor Alice liedjes geschreven. Zij is 4e jaar student aan de HKU. Dus genoeg reden om naar de voorstelling te komen.